we zijn hier bij Honderschool de Gabber in Amsterdam en wij hebben vandaag onze 7e onderlinge wedstrijd. Alle deelnemers bestaan uit onze eigen cursisten. We hebben vandaag 2 ringen, ring 1 en ring 2. De deelnemers druppelen binnen, we hebben er heel erg veel zin in. We hopen op een sportieve en leuke dag en natuurlijk mooie winnaars. We kijken eerst even of de tijdwaarneming werkt en daarvoor zeg ik actie! We gaan de honden pakken voor het allereerste rondje, voor het witte hondenrondje. Dus dat zijn de honden die als allereerst het rondje gaan lopen, zodat de rest ziet wat we gaan doen. En die zitten in deze bus. Ik ga met Joejoe lopen en Olivier gaat met Loesjoe lopen. Let's go! Oh, van mij gezien, ja. Nou, best snel al, voor zo'n jong. Mooi chique hoor. Oh, dit is nog wat ouder. En dan met binnen terug en dan krijg ik mooi van vrouwen jullie. Hey, goed uitstaan hoor. Heel keurig. Iedereen is nu hun rondje aan het verkennen. Dus de witte honden hebben net gelopen. Maar nu gaan zij het echte werk doen. Hier staan de beginners te verkennen. En daar staan de gevorderden te verkennen. Ze moeten goed kijken precies waar ze moeten gaan staan, hoe het parcours loopt en hoe ze hun hond moeten begeleiden. En alles op een positieve manier. Je ziet, het gaat echt niet altijd in één keer goed. Dat geeft ook helemaal niet. Voor veel mensen is dit de eerste wedstrijd. De mensen vinden het spannend, de honden vinden het spannend. Je krijgt maar 1 kans, dat is al spannend. Maar we houden vol en misschien de volgende keer beter. Help met de trek over. Wat goed! Je bent de eerste van de dag die in de prijzen valt. Alsjeblieft. Dankjewel, even heel goed hoor, Masje. Wauw, heel goed gepoept. Ja. Oh, ik heb Shot wat jullie net zagen is van de tafel, zeg maar, zo noemen we dat, hè, de tafel. En daar zit iemand die schrijft op hoe het gaat. Die gaat opschrijven of de keurmeester zegt het is een fout of het is een weigering. En alles wordt genoteerd, de tijd wordt genoteerd. Het kan ook een disqualificatie zijn, dat is jammer. Het gaat ook op dat formuliertje. Dus daar zitten eigenlijk de mensen die bepalen hoe het aan het eind van de rit de resultaten gaan worden. En ze hebben nu even overleg met de keurmeester. Kijk maar. Met 2 witte honden gelopen. Dat wil zeggen dat ik het wedstrijdparcours even heb voorgedaan. Ging natuurlijk niet zonder fouten, want dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar ze hebben wel een beetje een beeld gekregen van hoe het moet. En ik ben ook weer even uitgelaten. Na een super waanzinnige dag heeft iedereen zijn rondje afgerond. We gaan over naar de prijsuitreiking. Oké, dames en heren, kinderen en hondjes. Oké, dat was hem. De dag zit erop, de gabberwedstrijd zit erop. Volgens mij een groot succes. Prachtig weer hebben we gehad, strak geregeld, het ging soepel. Er hebben we nog een paar lang moeten wachten. Zitten hier in de auto, gaan er nu uit, want die moeten ook even lekker rennen. Hey,